Gamers naar Gier, ik kies jou. Het is tijd voor eindelijk weer eens een keer een Pokémon-product in ons tech-review-programma. We hebben het over de Pokéball Plus, die natuurlijk 2 maanden terug ongeveer gelanceerd is. Nou, inmiddels alweer bijna 3 maanden terug. Met Pokémon Let's Go Eevee en Let's Go Pikachu. Mike heeft die game al van een review voorzien, maar natuurlijk kreeg hij bij zijn review-copy de bijbehorende Pokéball. En dat is een stukje tech... waar ik... ik snap er niks van. wat doet de Pokéball Plus allemaal? Want ik ben benieuwd, het werkt in twee games, werkt het? Wat doet het met die 2 games? En heb je het nodig? Nodig. Mike. 1. Je krijgt Mew in Pokémon Let's Go. Bam. Gratis en voor niks. Nou, €50 en voor niks. Ja, okay, want dat is het ding, dat is de prijs van een Pokéball Plus los. Okay, dus je krijgt Mew in Pokémon Go. Nee, Let's Go. Let's Go. Alleen in Pokémon Let's Go. Kan niet van Let's Go naar Go. Nee. Daarover later meer. Okay, dus dat is 1 ding wat het doet. Wat doet het nog meer? Je kunt er Pokémon uit Pokémon Let's Go kun je mee op wandeling nemen. Ja. Dus als je... In de bal, aan de wandel. Ja, en dat kan elke Pokémon zijn die maar wil. Dat kan je partner Pokémon, Pikachu of Eevee zijn, maar dat kan ook gewoon... Snorlax, Slowpoke. Snorlax, Slowpoke, Pidgey, als je wilt. Ik zou het niet doen, maar het kan. Als je echt de werelds saaiste persoon ooit bent, dan laat je er inderdaad een Pidgey. Juist. Of een Rattata. Of een Rattata. Ja. Kan allemaal. Okay, maar dat is mooi. Dus elke Pokémon, ik neem aan dat er 151 Pokémon kunnen in wezen op dat kleine dingetje. Ja, wel maar 1 tegelijk. Okay, want ja, dat is natuurlijk het ding van Pokémon. Je hebt 1 Pokéball per Pokémon. Ja, oké. En als je dat doet, dan steek je hem meer het liefst in je broekzak, zodat de stappenteller het allemaal goed kan registreren. Het is ook nog eens een keer een pedo mee. Precies. Ja. En dan kun je daarmee allerlei bonussen verdienen voor die Pokémon. En voor de Pokémon die achter je aanloopt in Pokémon Let's Go, want dat kan dan ook. Okay. Dus dan kun je candies verdienen. Okay. En daarmee kun je dan de stats van je Pokémon verbeteren. En, wat een Nintendo-ass ding. Dat is, ik zit weer te denken aan Pokémon Heart Gold en Soul Silver. Ja, dat was ook een stappenteller. Ja. En je zet er een Pokémon op. En dan als je inderdaad meer ging wandelen, dan kreeg je allemaal bonussen. Dus ze hebben eigenlijk dat gewoon gerevamped voor de Switch. Ja, dat is precies hetzelfde idee. Okay. Wat mij betreft wel een klein beetje, ja, zullen we het OP noemen? OP? OP. Als in, hoe is dit overpowered dan? Ik ben een keer een dag met mijn vriendin naar de dierentuin geweest. En Pikachu kwam echt zo terug. Basically. Het buffed the fuck up. Ja. Okay. Ik rolde echt over de eerste 3 gyms heen. Okay, wauw. Oh, want dat was, je start die game op, je gaat naar de dierentuin en eigenlijk was je Pikachu toen al in een soort van overpowered state voor het begin van het spel. In het begin had ik trouwens mijn Mew in Pokémon, die zat er toch al in, dus ik denk van, hè, neem hem mee op slot. Die is, hij is level 1 als je hem krijgt. Uh-huh. Aan het einde van de dag was het level 26, zeg ik uit mijn hoofd. Oké. Okay. Dat is meestal toch wel een dagje werken? Ja. Dus dat zou zouden veel battles zijn in Pokémon. Precies. Ja. Oké. Okay. Ik snap dat, wat Nintendo dan wil doen, want ze willen weer dat mensen naar buiten gaan. Ja, dat, precies. Dat, nou ja, goed. Dus wat dat betreft krijg je dan een kleine bonus. Daar kun je voor kiezen, de ja of de nee. Maar doet dit ding iets in Pokémon Let's Go? Want het is ook een controller, toch? Het is ook een controller, inderdaad. Ja. De knop is tegelijkertijd ook een stick. Oké. Okay. En deze knop en stick kun je ook indrukken. Kijk, ligt ook op. Het ligt erop, dat is wel vet. RGB. Dan kun je hem inderdaad gebruiken als controller. Ja. Maar in principe heb je dat niet nodig, want dat kan ook gewoon met een Joy-Con. Ja. Het kan niet met de Pro-controller, maar het is allemaal motion-controlled. Maar dit ding heeft dus een motion-control unit erin zitten. Ja. En dan kun je ook... doen alsof je de Pokéball gooit. Dat is wel verstandig om dit polsbandje dan te gebruiken. Niet echt gooien. Nee, ook niet, nee. Nee. Ze hebben hem wel een beetje rubberachtig gemaakt, volgens mij om die reden. Ja, dat denk ik ook, ja. Anders zouden ze te veel, zeg maar, dode televisies op hun naam hebben staan. Dus ja, het is al gebeurd. Dat heb ik op Twitter voorbij zien komen. Het zat eraan te komen. Ja. Het is de grote Wiimote debakel al over. Juist. Ja. Oké, maar dus dan is het ook nog eens een keer een controller. Maar daarmee zijn, zeg maar, volgens mij alle functionaliteiten van Pokémon Let's Go afgesloten, toch? Ja, gyroscoop zit erin, je kunt hem gebruiken dus als controller, je kunt je Pokémon in meenemen en je krijgt Mew. Dat is wat het doet voor Pokémon Let's Go. Maar dan is het ook nog eens een keer een soort van hybride ding, wat via Bluetooth ook gewoon aan je mobiel te koppelen is voor Pokémon Go, toch? Klopt. Dus... Hoe werkt dat dan? Nou, hij werkt in principe net zoals de originele Pokémon Go Plus. Ja, dus ook een apparaatje wat gewoon alle Pokéstops voor je swiped.
Ja, okay. Alleen er zit nog wat extra's in. Okay. Want als je in Pokémon Let's Go een Pokémon in je Pokéball doet, uh-huh. dan doet hij het automatisch. Okay. Dus dan alle Pokéstops waar je langskomt, gewoon automatisch. Maar het maakt zelfs niet eens uit hoe hard je gaat. Want ik heb het eens een keer geprobeerd, ik ben een weekendje weg geweest met mijn vriendin. Had ik hem aangezet, met de Pokémon erin. Ik heb 50 Pokéstops in de trein. In de trein? In de trein, automatisch gedraaid. Oké, dat voelt ook overpowered. Een klein ben beetje. Ik, ben ik dan gek, want ik speel zelf geen Pokémon Go. Maar alle Pokéstops, dat is juist het ding waar je juist voor moest gaan wandelen. Dan weer swipen en dan weer wandelen. Dat is inderdaad, gaat een beetje tegen het idee van Pokémon Go in. Ja, oké. Dat is toch raar, of niet? In principe wel. Het is misschien een klein beetje pay-to-win. En het is ook ja, alleen als je Pokémon Let's Go ook hebt. Ja. Of een vriend hebt met een Switch die Pokémon Let's Go heeft, want dat kan ook. Oh, het hoeft niet eens van de persoon te zijn die de Switch heeft. Ik heb, mijn vriendin heeft Pokémon Let's Go Eevee gepreorderd. Uh-huh. En ik had de Pikachu-versie als review-copy. En dat maakt geen bal uit, ik gebruik hem voor allebei. Het maakt geen bal uit, het maakt geen pokébal uit. Maar oké, dus het is wel mooi dat het soort van open en toegankelijk is, zeg maar. Dat, ja. dat vind ik heel erg in Nintendo gedachtes. Precies. Maar dat ja, het is een soort hele rare fysieke pay-to-win, voelt het een ja, beetje. Alsof inderdaad. Je echt naar de winkel gaat om te winnen. Ja. Oké, het voelt voor mij een beetje apart. Het voelt voor mij raar. Ik weet niet of... Is dit iets waar zeg maar de Pokémon Go of Pokémon Let's Go community een beetje over struikelt of niet? Voor mijn gevoel niet zo. Oké. Okay. Maar ik moet ook wel zeggen, rondom de release van Let's Go heb ik een beetje Reddit en zo vermeden, omdat ik geen spoiler wil. Ja, oké. Dus de goede kans dat daar allemaal promotie was over, hey Nintendo, dit kan echt niet, want je betaalt gewoon €50 om sneller te winnen. Ja. Maar dat weten we niet of dat gebeurd is. Nee, maar... Weet je, in Pokémon Let's Go Mew krijgen, dat was in Pokémon Yellow in Nederland eigenlijk onmogelijk. Want dat was altijd op events. Ja. En in Nederland, ja, waarom zouden we in Nederland in godsnaam een event houden? Ja, nou ja, met de craze van Pokémon Go had ik het misschien nog wel even begrepen. Ja. Maar dat is nu allemaal een beetje dat voorbij. Dat is weer allemaal dood. Maar ja, ik las dat inderdaad in jouw Pokémon Let's Go review. Dat je het een beetje raar vond dat Mew nu eigenlijk achter een paywall zit. Ja. Als jij Pokémon Let's Go heel tof vindt en je wil al die 151 originele Pokémon mm-hmm. scoren, dan moet je dus ook €50 extra ja. betalen, wil je überhaupt ooit Mew kunnen fixen. Ja, en ook natuurlijk in Pokémon Let's Go zitten ook de master trainers die zich specialiseren op één Pokémon. Mm. En dat zijn er 151. Okay, ja. Dus er is ook een Mew master trainer. Ja, ja. Okay. En dus om alle endgame content te kunnen spelen, moet je eigenlijk dit ding aanschaffen. Dat is, enerzijds snap ik heel erg wat ze ermee bedoelden en wat ze ermee willen ja. doen en hoe ze het geambieerd hebben. Maar op deze manier, als je het zo verwoordt, voelt het wel raar. Een beetje wrang of zo. Ja, misschien ik dat ook wel. Misschien is het dat wel. Even los van hoe het inspeelt op Pokémon Let's Go en Pokémon Go. Is het een leuk apparaat? Is het een goede aankoop, zou je zeggen? Het is een goede aankoop als je allebei speelt. Als je allebei speelt? Of misschien alleen Let's Go. Oké, dat kan ook nog. Dan zou ik hem ook nog wel overwegen. Maar als je hem alleen als vervanging voor dit gebruikt, nee. Nee, oké. Ja, maar ik zie ook niemand die een gratis mobiele game zoveel speelt, zie ik ook niet snel €50 betalen voor iets. Weet je, mensen doen al moeilijk over een aankoop in de App Store van €5, weet je. Dan zie ik ze echt niet naar de mediamarkt gaan om €50 te nee, lopen. Precies, voor... Nee. Nou, then again, pay to win. Dus je weet nooit hoe mensen daarop reageren. Er zijn altijd die whales, weet je wel. Ja, die kopen gewoon 50 van die dingen op. Heel apart. Er is nog wel één ding, en dit is pure speculatie, maar zou dit apparaat, denk je, ook meegenomen worden in de komende Pokémon games? Want we weten natuurlijk dat Game Freak een echte, nieuwe, 8e generatie Pokémon naar de Switch wil brengen. Waarschijnlijk ongeveer in dezelfde stijl als Let's Go, dat wordt in ieder geval aangenomen door veel mensen. Denk je dat dit meegenomen wordt? Dat ze vanaf nu dit mee willen nemen, de Pokéball Plus, in elke Pokémon-uiting? Als dat zo is, dan hoop ik wel dat ze gewoon deze versie aanhouden. Ja, niet dat er een... Niet dat er ook nog eens een Pokéball Plus 2 Plus. Of een nieuw Pokéball Plus. Of een nieuw Pokéball Plus. Bedoel, XL. Het is en blijft Nintendo. Ja, die zijn nog wel eens van nieuw en XL. En nieuw Pokéball Plus I. Oh ja, de iPokéball Plus. Oké. Ik heb geen idee. Ik hoop het niet. Ik hoop gewoon dat als ze het doen, dat ik ook gewoon deze kan blijven gebruiken. Dan, weet je, dan is die €50 ook alweer een stuk
behapbaarder. Ja, ja dat zou inderdaad wel een leuk dingetje zijn als ze het meenemen. Ik zou dat wel heel erg Nintendo-vibe vinden als ze wat oudere peripherals nog steeds mee proberen te nemen. Precies. Ik bedoel, hey, ze promoten de GameCube-controllers nu ook voor Smash. Dat is 3 generaties terug. What precies. Dus waarom dit ding dan niet? Ja, precies. Misschien over 10 jaar dat dit ding ook weer in zeg maar de... Weet ik veel wat er dan voor console is, dat ze dit ook weer terugbrengen. Ik ben helemaal voor. Ja, mits het net zo legendarisch wordt als de GameCube-controller. Dat gaan we niet weten. Absoluut. GameCube-controller ook pay-to-win, want als je daar extra voor betaalt, ben je ook beter in Ultimate. Zo zit het nou helemaal. Al met al, ik heb er mixed feelings bij. Ja. Maar ik snap heel erg dat inderdaad als je beide games speelt, Pokémon Let's Go en Pokémon Go, dat je zegt van, oh, dit is wel een leuk ding. En, ja, precies. Het kan trillen, er zit een lampje in en mijn Pokémon zit erin. Ik snap wel dat dat heel erg appealing is. Of dat dan €50 waard is. Dat is ieder voor zich, neem ik aan. Ik zou stiekem wachten op een uitverkoop. De volgende Black Friday misschien. Black Friday, zoiets inderdaad. Ja, dat zou kunnen. Maar €50, als je een klein beetje echt, als je het ervoor over hebt, dan ja, prima product. Ja, oké, mooi. Dus de Pokéball Plus, bij deze gereviewd en wel. Wil je meer weten over Pokémon Let's Go, dan kun je naar Mike's review gaan. Die is alweer van 2 maanden geleden of zo ongeveer. Maar dat maakt niet uit, want dan kun je in ieder geval lezen hoe Pokémon Let's Go is en waarom het kut is dat Mew achter een paywall zit. Dat was het in ieder geval voor Gamers the Dier. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Als je opmerkingen, vragen of wat dan ook hebt, daar zijn de reacties voor. En natuurlijk vergeet niet terug te komen op gamersnet.nl voor alle content over gear, games, tech, ballen. We kunnen hem weer erin gooien. We kunnen zeggen de ballen. En dan is het ook nog eens een keer, het speelt in op de video. Bam. Nice. Goed dat je dit gedaan hebt. Goed dat je die terug wou brengen. You're welcome. Yeah.